Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, Rick, waarom zitten jullie in een boot en die sniffer was net aan jullie aan het ruiken? Volgens mij ruiken jullie heel lekker. Ja, dat klopt. Kijk, hij is aan het ruiken. Ja, ik weet niet, jullie... Oeh, dat is wel een hele diepe snuiver. Ja, hey, waarom zitten jullie in de boot? Wat zijn jullie aan het doen? Ruikt hij lekker? Ja. Oké, goed zo. We waren aan het varen. Ja, maar er kwam een hele grote golf. Die stond helemaal over het land hierheen. Zo. En toen staan jullie hier. Ja. Hey, jongens, welkom in Border Survival. Jullie kennen de regels van Border Survival. Elke keer als wij een nieuw object verzamelen die wij nog niet hebben verzameld, wordt de border groter. Hij is op het moment zo groot dat we hem niet eens meer kunnen zien. Dat is wel sneu. Dat is heel sneu, hè? Ja. Maar ik heb leuke taken voor jullie. Vandaag ga ik taken uitdelen. Nou, Justin. Wanneer krijg ik nou een keer die vette, coole... Volgende aflevering. Okay. Wanneer je taak ook gewoon een keer goed voelt. Ja, wanneer je doet je taak altijd echt gewoon heel slecht. Nou, daarom heb ik een hele makkelijke taak voor jou, Justin. Hele makkelijke. In de vorige aflevering komt hij er gewoon even een flashback. Heb ik een komt die trommelgeroffel? Ik kom niet op het woord. Spanner gevonden, zombie spanner. Hier even de flashback. Hé, ik heb volgens mij een mob spanner gevonden. Ja! Ja, wacht, daar kunnen we toch een XP-farm van maken? Een golden apple? Die hadden we nog niet. Nou, Justin, hartstikke mooi. Zombie spawner natuurlijk, hadden we gevonden. Ja. Alleen, dat moet wel een XP-farm worden. We willen namelijk nog steeds Silk Touch hebben. De enchantment table is helemaal ready. Zodat we koraal en andere blokken kunnen hakken. Ja, dan komen jullie nu pas mee dat het nu moet. Ja, we hadden dus zeg maar ook nog koraal gepakt die jij nog niet had. Dus... Ja, exact. Ik had uiteindelijk toch een soort van gelijk inderdaad. Maar, maar je moet altijd naar me luisteren. Als jij nou gewoon nu vast aan de slag gaat. Oh ja, trouwens, voordat je dat doet. In de vorige aflevering hebben we het cacaohuis een beetje aangepast van binnen. Voordat ik ga beginnen, waar zijn mijn spullen? Ja kijk, het cacaohuis ziet er nu zo uit. De trap is verplaatst. Nee. Ja, we waren al bang dat je er niet blij mee zou zijn. De bedden staan nog steeds hier. Jawel, je bed is nog steeds goed gewoon. Ja. En de kelder, kijk, de kelder die is eigenlijk niet zoveel veranderd. Het is meer gewoon, de enchantment table is nu af. Je kan level 30 enchanten, gewoon op het moment. Ja, maar... Maar Justin, kom nog naar beneden. Ik had dit huisje gebouwd met een reden. Ja, en dat is toch gewoon nu mooier en efficiënter. Wat is je efficiënt dan? Een lege ruimte. Je kan doorlopen! Kijk, we hebben zelfs je dirt wat hieronder zat, hebben we nog gehouden. Dat is toch van jou. We hebben nog gewoon tapijtjes opgelegd. Dat is wel lief. Ja, oké. Okay. Ik wil nog één ding laten zien, snel. Oh, Oké, stel nou jij wil hier enchant, hè? Ja. Heb je natuurlijk lapis nodig. Ja. Zoek de lapis. Nee, dat ligt er niet meer. Dat is weg. Oh, is dat al weg? Dat is weg, ja. Oh. De lapis zat in de furnace, stoppen we dat. Ja. Ja, dat is de opslag voor de lapis. Goed, oké. Justin, veel succes. We hebben de kist is natuurlijk waar alle spullen liggen. Ja, en je mag niks... Oh, jouw spullen, ja. Ja, die ga ik pakken. Je mag niks uit het monumenthuis pakken, hè? Alles wat in het monumenthuis ligt zijn monumenten. Ja, als je het echt nodig hebt... Nee, dan zoek je maar nieuwe blokken. Zo is het. Hier, kijk. Oh, Rick heeft ze opgeruimd. Ja, ze zaten in deze hoek. Ik moest alles opruimen. Dus dan moet je maar nieuwe spulletjes halen. Het ligt hier, Justin, ergens in. Je moet het gewoon gaan zoeken. Gewoon helemaal verspreid. Kijk, hier liggen al je hengels, je armor, je stone axe. Ah, oh, lief. Thanks, man. En de rest moet je maar even zoeken. Nou, goed. Dat is pak je spulletjes. Rick, ik heb ook een taak voor jou. Oh, ja. Als we even naar de lobby gaan. Ik heb ook een rottaak, lief. Slash. Kijk. Trigger. We zitten natuurlijk inmiddels op 473 blokjes, oftewel 45%. Maar als je hier bij de items kijkt, we missen nog best wel veel dingen zoals... Heel wat dingen zoals modder, steen, stone brick zoals je kan zien. Ja. Deep slate tiles, crack deep slate, basalt, soul sand. Zie je die pagina? Wat ik bedoel? Ja. Deze best wel veel dingen die je redelijk simpel kan halen. Ja. En dan ook nog wat walls die we missen. En terracotta. Alleen terracotta kan je niet maken volgens mij, of wel? Hoe maak je terracotta? Wel. Ja, kan wel. Dan moet dat kan je maken. Ja, dan moet je klei, laat maar zeggen, moet je smelten. Ja. Dan krijg je bricks. Ja. Als die bricks volgens mij nog een keer smelt, dan krijg je terracotta. Of, je moet een klei blok. Een klei blok moet je volgens mij smelten. Ja, nou, dan vind ik alle kleuren van klei en zo of terracotta vind ik ook wel een mooie taak voor jou. Ja, oké. Nou, mijn taak gaat zijn om proberen, want het boor is behoorlijk groot geworden inmiddels, om even die kant op te gaan en kijken of ik nieuw hout kan vinden, nieuwe bloemetjes en misschien bijtjes potentieel. Oh ja, dat is een goeie. Nou, dat is heel wat. Met bijtjes kunnen namelijk ook heel veel. Ben je er klaar voor, Justin? Ja, nee, ik dacht al, moet ik gaan zoeken of... Oh, ik moet natuurlijk nog vertellen waar die zit. Ja. Oké, volg mij maar. Ik laat zien waar die zit. Kom maar. En jij weet natuurlijk helemaal niet waar die zit. Nee. Weet je, neem even een bed mee voor jouw avontuur. Oh, voor mijn bed. Ja, tuurlijk. Ja, neem even je rode bed mee. Dat ik dood ga, hè? Nee. Meer gewoon, dan kunnen we slapen. Anders moeten we het ook verder, wachten. Toch? Nee, ik ren niet verder. Ik sta stil. Op het moment. Ik sta stil en ik ben aan het wachten. Jeetje.
Wat? Ja, ik weet niet. Ik had zo'n mooi knopje waar je in kan zoomen en dan zag ik iets bewegen. Wat eigenlijk had stil moeten staan. Nee, ik sta echt stil, inmiddels. Ja, inmiddels. Ja, inmiddels sta ik stil. Zoek eventjes nog een waterbucketje. Twee. Ik heb hier één, hoor. Ja, die liggen... Ik heb er nog één. Even kijken, hoor. Nee, ik heb hem gemaakt, Rick. Ja, maar we hebben ze liggen. Ja, klopt. Maar? Niet mijn probleem. Oké. Dag, Rick. Doei. Hoe is het met jouw taak, Max? Schiet dat dan een beetje op? Ik ben op jou aan het wachten, omdat ik dit ding moet laten zien. Ja, ik moet stil blijven staan. Helemaal hier. Helemaal hier. Kunnen jullie nog even naar boven komen om even te slapen? Nee, Justin heeft zijn bed mee. Ik ook. Oh. Ja, jij bent Justin. Ja, klopt. Want ik ga kamperen. Echt kamperen in de grot. Ja. Hé, hey, kijk, Rick is al goed bezig. Kijk. Ja, maar... Ja. Kijk, die Rick gaan dan! Kijk hem gaan! Kijk hem gaan! Oh, dit is niet normaal, Rick. Wat geweldig. Oké, okay, Justin, hierheen. Ja. Dan heb je hier... Ik help je wel even, hoor. Ja, pak hem. Ja, doe maar even hierheen. Ja. Kijk, hier heb je een watertunnel naar beneden. Dan moet je heel snel naar beneden zwemmen en proberen niet te verdrinken. Ik heb het nog niet getest. Oh, dit is mogelijk. Ja, dit is zeker mogelijk. Van helemaal naar beneden gaan zo. Nog niet getest. Hoppakee, dan kom je hier uit. Dan zou ik hier wel even nieuwe blokjes plaatsen. Zo, zo. Oh, dat is wel lief. Kijk, dan kom je bij de spanner uit. Dus jouw taak is om hier een spanner te maken. Ja, die staat er al. Dus dan doe je de torch weg en dan ga je hier in een hoekje staan. Nee. En een werkende waterlift erbij. Ik heb al een soort van dit gemaakt voor je. Oké. Ja, het gat is al bijna helemaal uitgegraven, weet je. Hier. Oké, gaat het lukken? Tuurlijk. Oh, kijk, Justin is goed bezig. Nou, top. Ja, even Google gebruiken. Ga jij even Google gebruiken? Ik ga snel omhoog zwemmen. Vorige keer was ik bijna verdronken hier. Zo? Dat scheelde niet veel. Niet. Nee, het scheelde echt niet veel. Het scheelde echt een half hartje. Ik ben net even in een spannende netherportal geweest. Oh ja, hij is nog steeds spannend. Ja, het was echt heel spannend. Was het. Waarom is hij spannend? Hij is gewoon spannend. Moest je maar bij die aflevering zijn. Jij mist te veel afleveringen. Ja, maar ik word gewoon niet uitgenodigd. Sorry? Ik word niet uitgenodigd. Oké. Ja, ik weet niet waarom ik sorry zei. Ja, gewoon sorry dat je niet wordt uitgenodigd. Ja, maar niet uit, Rick. Hoppakee! Ik ben weer boven. Zullen we even slapen? Ja, is goed. Ik daarom heeft Justin zijn bedje meegenomen. Ja, maar ik ben aan het werk. Lekker via de efficiënte... Hij heeft jouw bedje meegenomen. Okay. Nee, waarom heb je de witte mee? Justin, wie gaat er in Justin's bed? Wie gaat er in Justin's bed liggen? Nee, ik wil dan in jouw bed. Oh, dat is Justin. Ja, dan ga ik wel gewoon in mijn eigen bed. Oh, yeah. Had Justin in rood? Ja, ik heb natuurlijk altijd... Waarom zou ik rood hebben? Ja, klopt. Rood lijkt veel op makkers. Ga je slapen, Justin? Nee, ik ben aan het werk. Oh, Justin, ga nou slapen. Sorry, ik ga al slapen. Easy, ik wist niet jullie agressief werden. Justin, lig je al? Ja, ik lig al. Hey. Sorry, Justin. Ja, vorige aflevering werden Rick en ik heel vaak in elkaars bed wakker. Het was heel vreemd. Ja, klopt. Ja, vies. Nee, niet zo. Maar het was gewoon raar. Pillagers! Ik ben er niet. Zal ik ze gewoon dood? Ik ben net mijn dinges kwijt. Ja, hier. Achter het dingeshuis. Achter het huis. Ik kom eraan. Het cacaohuis. Ga ze pakken. Pak ze. Ik ga ze pakken. Doe het in de naam van. Die is 1. En... Dat is 2. Hoppakee. Als ik meerdere tegenkom, vertel ik het dan. Ja, niet vergeten, hè? Nee, ik zal het niet vergeten vertellen. Hij gaat vergeten. Weet je dat heel zeker. Ik ga bloemetjes zoeken. Ik ga bijen zoeken. Ik ga geweldige dingen doen deze aflevering. Eindelijk. Hoezo eindelijk? Elke aflevering is geweldig. Hier. Die Rick is alweer dingen aan het verzamelen, joh, als een malle. Die gaat me gewoon inhalen. Is die wat ben jij aan het doen? Ja. Ja. Weet jij het? Ja, ik ga wel jou even inhalen, Max. Rick, als je met deze aflevering inhaalt, dan... Dat krijg je wat voor beloning gaan we Rick dan geven? Shoutout aan mijn kanaal. Dan krijg je een shoutout, oké? Yes, oké. Maar anders niet. Oké. Al is dit al een soort van shoutout. Ja, omdat we het erover hebben. Ja, maar daarom zei ik het al. Ik ben benieuwd of we eindelijk een keer ander hout kunnen gaan tegenkomen. Nee. We hebben alleen nog maar jungle, spruce... jungle, oak en birch. Meer niet. Ja, klopt. Jungle, oak en birch. Oh, hier is de border. En er is gewoon nog steeds hier in ieder geval geen nieuw hout. Daar denk ik ook niet. Wat spijtig. Spijtig weer, hè? Weet je, die poep jungle? Die jungle is echt mega. Zo irritant. Hebben we ook gewoon meedoen. Laat hem. Nou, hij doet echt te veel mee. Stop met meedoen nou. Waarom is hier nou gewoon geen ander hout? Omdat hoe kan het nou? Omdat het gewoon niet is. Ja, maar ik wil het, Justin. We hebben het nodig. Weet je, we hebben nog niet eens een ander... Als we hout hebben wat gewoon een ander soort is, weet je hoeveel nieuwe blokken we dan kunnen verzamelen? Ja, heel veel. Echt belachelijk veel. Dat weet jij niet, Justin. Dat snap jij niet. Nee, ik snap heel veel dingen. Justin, je hebt dat niet door, hè? Daarom krijg je hebt dat niet deze door. Taak. Een beetje dom hakken. Nee, je hebt juist de moeilijkste taak. Heb je gekregen. Oh, ja. Hebben we deze al? Diamonds! Ja. Ja, Justin, dat is niet de bedoeling dat jij gaat minen. Laat maar liggen. Laat maar liggen. Dat is niet de bedoeling. Wil iemand van jullie een crafting table brengen? Nee. Oh, je kan die hakken zeker. Jawel. Ja, maar dat krijg je het zeker niet. Jawel. Waarom moet er dan een crafting table brengen? Ik wil hem daar mijn pickaxe maken. Die Justin.
Rick, terracotta. Even een duimpukkers brengen. Ik ben niet in de buurt, Justin. Jawel. Je bent boven mij ergens. Nee. Hij heeft geen ongelijk. Hadden we wel Kelsite, ja, hè? Tuurlijk. Ja, volgens mij wel. Ik wil ander hout. Dan moet je dat zoeken. Dat ben ik aan het doen. Doe dan beter je best. Hou je mond. Oh, heel veel ijzer hier, jongens. Dat zou ik even hakken. Hak dat maar even. Ja, nee, maar echt heel veel. Ja. Nou, Justin, ik denk niet dat jij door hebt hoeveel het is. Nee, maar jij vertelt ook niet hoeveel het is. Nee, je bent weer een beetje een simpele reactie aan het geven. Maar ik denk niet dat je door hebt hoeveel ijzer ik hier gevonden heb. Heb je zelf al door hoeveel het is? Nee. Nou, aan naar je mond. Hey, Emerald. Rick, kijk, die Rick is dingen verzamelen. Rick, ja, jongen. Als je zoveel nutteloze dingen kan maken, kan je me ook wel even een credit nemen brengen. Nee, dat gaat absoluut niet. Wat heb ik als vrees naar mijn polleste granite stairs? Daar kan je vast wel iets mee. Mijn pickaxe is stuk, Rick, en ik... Kom dan gewoon naar boven, Justin. Ja, maar ik heb het dicht gemaakt. Hoezo? Het is toch met water? Kan je toch omhoog? Ja, klopt. Dat heb je zeker dichtgebouwd. Mm-hmm. Ooit komt de dag dat we Silk Touch hebben, jongens. Justin gaat ervoor zorgen met zijn mega goede XP farm. Ik heb natuurlijk die boeken geregeld en zo. En dan kunnen we gewoon daarna zoveel nieuwe blokken claimen. En gewoon de borden echt weer uitbreiden. En Justin, ik denk niet dat je door hebt hoe bizar het is. Ja, hou op met je. Justin, heb je dat wel door eigenlijk? Nee, ik heb het allemaal niet heb je wel door hoe bizar het is? Ik ben mijn waterding kwijt. Ik weet niet waar die zit in het plafond. Maar ik heb geen pickaxe. Oh, Justin. Oh, wacht. Mag ik in het water? Kom. Zit je hier dan? Ja. Water! Heb je het gevonden? Ja. Trots op jou. Kan toch wel iets. Jawel, iets. Oké, operatie nieuw hout is tot nu toe nog niet extreem succesvol. Nee. Ik merk het. Maar operatie ijzer gaat goed. Ik heb al behoorlijk wat ijzer, bijna ja, stek. Ja, maar dat is niet het idee. Was niet je nee, dat klopt. Nee, oké, ik stop wel. Stop maar met de operatie. Stop maar met de operatie. Missie is officieel gefaald. Missie is gefaald. Best wel teleurstellend dit. Ja sowieso. Ja, maar Justin. Je hebt niet door. Ik denk niet dat jij door hebt hoe teleurstellend het is. Volgens mij besef jij het niet, Justin. Volgens mij heb je dat besef niet helemaal. Ik vind het best. Justin, begin je betaalt zoveel omdat ik dan mee mag doen, ja? Ja. En dan gaan jullie zo doen. Wacht, we betalen jou zodat je mee mag doen. Ja. Jeetje. Jemig. Wat een droomleven, Justin. Kijk, ik word gewoon geforceerd om hier naartoe te komen. Ja, loop ook weer langs die stinkborden hier. Eens kijken voor nieuw hout. Ah, het enige wat ik zie is jungle hout. Je moet ook kijken. Met je ik ogen. Ik ben aan het kijken. Wat zit je te kijken met je ogen? Wat zit je te kijken met die ogen? Hadden zie jij hier zat? Hadden we al pompoenzaadjes? Ja, die hadden we ook al. Ja, die hadden we ook al. Echt? Weet ik niet. Ja. Eens kijken? Volgens mij wel. Ja, die hadden we al, zeg dat. Ja, zei ik. Maar het kan niet tot je hebben door. We eigenlijk al een pumpkin die gescheurd is? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zal ik eens proberen? Ja, laat mij maar even proberen. Nee. Ja, doe jij maar even proberen. Ik heb een doel. Wat is jouw doel? Een shout-out. Even kijken. ik ben alle gekke combinaties aan het testen, Justin. Mm-hmm. Jij bent gewoon een soort van... Testmeneer, ja. Dat is wat je wou zeggen. Ja, klopt. Hey, wacht eens even. Wat heb ik hier? Is dit... Oh, dit is concrete. Terracotta. Kijk! Oeh! Ik heb gestolen, je orange terracotta. Nee. Ja, dan gaat je shout-out. Hey, Rick. Missie. Sukkel. Veel. Nou. Ik ben gewoon een sukkel. Druk maar op restart missie. Hé, hey, een vogeltje! Van mijn vorige aflevering, die is terechtgekomen. Slachten. Yeah. Nee, ik ga hem niet slachten. Slachten. Nee. Ja, doen we voor de views. Nee, niet. Volgens mij hebben we geen pumpkin seeds trouwens. Jawel, die had ik net al gemaakt. Ja? Ik heb ze hier niet. Hoe is het met dingen, Justin? Goed. Ja? Ja. Ben show off? Level 60. Je bent al level 60? Ja. Jeetje. In de toekomst. Heb je al meer gedaan dan ik? Want ik heb nog geen hout. Ik wil spruce, ik wil dark oak, ik wil... Ja, maar je kan niet alles willen. Ja, savannah, hoe heet dat? Savannah, ja. Hoe heet het savannah? Nee, dat heet niet savannah hout. Hoe heet dat? Acacia. Ik wil cherry. Bordet, nee. Ik wou het. Hey, black terracotta, lekker ruk. Hey. Lekker ruk. Doe je toch iets goed, Rick? Hey, blue terracotta, lekker ruk. Oh, hey, een tempel! Zo'n onderwatertempel. Ja, daar heb ik niks aan. Komen we er al bij? Ja, want er zijn ook allemaal blokken die we nodig hebben. Nee, daar komen we nog niet bij. Allemaal prismarine en zo natuurlijk. Allemaal prismarine, dat hebben we ook nodig. Oké, we komen er alleen nog niet bij. Dat komt wel goed. Ja, daar ben ik ook wel aan. Dus volgens mij besef je het niet. Nee, ik besef heel veel dingen niet. Hebben wij al zo'n amethyst ding? Mhm. Ja? Ja. Dat geloof ik niet. Nou, je gelooft niet hoe. Oh ja, ik ga even drinken. Oh jee. Nee, oké, we hebben die hebben al. Adem in, ik ben onder water. Ja, ik weet niet hoe je ademt. Hé, een gezonken schip, is dat niet van spruishout gemaakt? Mm-hmm.
Ja, ja, volgens mij een beetje. Dus dan kan ik op zijn minst... Als, nou, de sapling hebben we dan niet. Maar ik kan op zijn minst wel het hout vast verzamelen. Ah, kijk eens aan, jongens. Wacht. Woehoe. Kijk. Sproeshout. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel, oké. Okay. Potatoes. Oh, oh. Nee, stop eens. Ja. Allemaal dingen verzamelen, Rick. Mijn shout-out, stop. Ja, dan gaat je shout-out. Dat is niet leuk. Kijk eens wat ik hier doe. Oh. Nee, stop eens. Kijk eens dit. Oeh. Oh, Max, stop eens even. Dit zijn allemaal dingen die jij eigenlijk had moeten doen, maar die ik nu gewoon doe. Ik ga nu ook een broken chip zoeken. Nee, jij hebt wel andere taken. Ja, blokken verzamelen. Nee, specifieke blokken verzamelen. Nee. Maar dit was mijn taak. Ik moest echt daadwerkelijk hout verzamelen. Ja, dat is wel waar. Heb je gelijk in. Heb je goed gedaan. Hoppa, oeh. Nog meer blokken. Waarom doe je ook een keer? Oeh, ah. Oké, jongens, ik heb boeken, papier, buried treasure map, een smithing template. Zo. Oh. Ja, en nog meer hout ga ik hier verzamelen. Ja, en een deur die is van mij. En dit hout is van mij. Dit hout is van mij. Oh, Rick. Daar gaat je shout-out. Ik heb ook verdwenen. Diamonds, emeralds, goud. Alles is van mij. Ik heb ook een buried ding gevonden. Wat? Een zonk schip? Ja, dat. Jongen, waarom... Ga je dat nou ook zitten zoeken voor je shout-out? Ik wil een shout-out. Jongen. Ik moest allemaal dingen verzamelen. Ik doe gewoon goed mijn best. Ja, ga je klein aan het verzamelen. Die buried treasure maps, die werken alleen niet. Waarom niet? Nee, is een beetje gek. Je krijgt gewoon een random map, krijg je. Dat is heel geframed, ja. Moet je opletten, hè? Nu... Doe, Rick. Oh, dark oak? Oh, maar heb je ook dark oak hout gevonden, of niet? Nee. Oh, die hebben we wel nodig. Gewoon echt, het dark oak zelf. Ik neem wel even zoveel sproes mee als ik kan. Want dan kunnen we daar heel veel dingen van maken. Die Rick is nu ook gewoon zoveel mogelijk. Die wil echt 100% gewoon... Weet je hoeveel blokken je nog moet verzamelen om meer dan ik te hebben? Veel. Maar ja, dat komt wel. Ik denk niet dat je het doorhebt of realiseert hoeveel blokken je nodig moet hebben. Ik denk dat Justin dat nog niet helemaal doorheeft. Nee, ja, Justin, heb je al door hoeveel blokken Rick moet verzamelen? Ik zie hier gewoon een zwemmende skeleton en hij sterft maar niet. Oké, ik ga je weg, zo. Dat vind ik echt jammer. Zie, kom ik nu trouwens wel bij die tempel. Oh ja. Ik weet alleen niet waar die is. Ah, daar is hij. Zou ik er nu al bij komen? Nee, nog steeds niet. Rick, verzamel even wat nieuwe blokken. Ik ga mijn best doen. Bijna. Doe even leuk. Nou, op zich. Ik denk dat het nog... 8 blokken. Misschien nog wel veel. Oh, maar dat gaat wel goed komen. Wacht u maar even, meneer Max. Okay, ik ga even wat dingen maken. Ik ga die maken. Nee, Max. Ga vast even naar die Ocean Monument. Ja, daar ben ik. Maar ik ben aan het wachten op jou. Alleen het duurt lang met jou. Hier, deze... 1 minuut. Nee, wacht even. Max. Oh, ik ben aan het verdrinken. Ja. Apenootjes. Daar maar even op, inderdaad. Zo. Weertje, hè, Max? Ja, lekker weertje, Rick. Toevallig ga ik even wat dingen kresten. Nee, is het een groot oceaanmonument, of dat niet? Ja, is behoorlijk groot. Ja? Zit er ook... Ja. Heb je, misschien kan je er wel sponsor halen. Dat hebben we ook nodig. Oh, ja, dat heb je daar al naar gezocht? En fences? Nee. Heb je daar al naar gezocht? Nee. Één hartje. Ik was bijna weer verdronken. Hé, hey, Max. Heb je daar al naar gezocht? Naar wat? Naar dingetje. Wat dingetje? Naar dingetje gewoon. Ja. Ah, heeft hij die Friends Gate gemaakt? Oké, komt ie, hè? Nog een paar, Rick. Durf opschieten, oké? Dark ook door, ja. Doe ik even een boot en zo. Ja, trapdoor. Oh ja, wacht. Een boot en een pressure plate. Wacht even hoor, komt ie aan hoor. Oh, ik krijg mining fatigue en ik schrik me helemaal kapot. Nee, nu heb ik mining fatigue, nu kan ik hier niks. Nu heeft hakken ook geen zin meer. Oh, ja, dat meen je. Ik krijg voor 5 minuten heb ik nu mining. Ik ga hier weg. Max. Ja, wat wil je dat ik doe? Doe je best. Ik heb mining fatigue nu. Kijk, dat heb ik allemaal gefixt, hè, dat Rick nu dit allemaal kan doen. Goed voor mij, hè, jongens. Bizar. Nog 34 blokken, Rick. 34... Oh. Maar ja, we hebben nog steeds geen sapling, dus meer sproes. Ja, maar sproes hebben we nu al voor alles, eigenlijk. Ook hangende bordjes? Oh, dat nog niet. Volgens mij niet eens een normaal bordje. Komt ie, hè? 3, 2, 1, sproes zijn. Feest dit. Nee, wacht. Hak. Ik wil niet sterven hier. Hak. Ja. Hak hem. Een sproes zijn, daar heb je hem. Als je even geduld hebt. Een dark oak sign. Ik denk alleen niet dat je nog meer dan 30 items gaat verzamelen, Rick. Ja, wie weet, hè. Je weet het nooit meer, Rick. Ja, dat klopt. Ik wil echt mijn best aan het doen. Dat is wel uniek. Dat zie je niet vaak, hè? Nee, dat zie je niet vaak. Maar kan je zien dat ik het wel echt gewoon graag wil? Je wil echt heel graag die shout-out. Ja. Snap ik wel. Oh, die Rick is echt aan het verzamelen voor zijn leven. Hoe staat het ervoor met de farm, Justin? Best goed. Met de XP farm, ja? Ja, ik ben een lift proberen aan het maken. Oh, aan maken. Red Terracotta, kijk hem gaan. Dit is eerst in. Ja, hij was bijna dood. Nee, dat geloof ik niet. 2,5 hartje.
Justin in dood. Mag je replay? Justin, heb, of Rick, heb je al een sproesboot? Ja, heb ik. Wat mis je nog met sproes? Niks, volgens mij. heb je nog genoeg sproes? Ik heb namelijk ook nog sproes. Dat kan ik zo wel bij je droppen. Ja, dat stop. Ik moet dan deze nog. Die had jij al wel gemaakt. Toch? Ja, maar volgens mij hadden we nog niet deze. Nee. Oef, die is van mij. En dan hadden we ook nog niet deze. Nee, dat klopt. Ja, jullie waren even verbaasd, hè? Dat jullie dachten, ach, zou Justin er ook in hebben? Ja, maar, ik kan het zeggen, zou Justin er ook in hebben? Je beseft niet dat jij het gewoon niet hebt. Kan het zeggen. Heb je dat wel door? Ja. Besef je dit wel? Dat heb ik heel goed door. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik kan niet wachten tot we gewoon ook saplings van het nieuwe andere hout kunnen krijgen. Ik ook niet. Ik heb het ook gewoon al niet eens gezien, hè? Ja, maar dat is niet heel moeilijk. Jij en dingen zien, inderdaad. Nee, maar dat betekent dat het ook niet in de buurt zit met de border. Oh, ja. Klopt. Dat bedoel ik meer. Als ik het al gezien had, van oh, nog een paar blokken en we kunnen het krijgen. Hak, hak, hak. In je train. Bonen. Pak. Ik zie sproes, maar echt, ik denk nog wel echt 100 blokken. Ja? Ja, echt 100 blokken verderop zie ik sproes. Oh, ik heb mining fatigue. Oh, wat irritant. Nog voor een minuut. Ja, ik zie sproes en ik gok dat het... En ijs. Het is echt op een hoge berg. Ik gok nog wel 100 blokken ver. Misschien... 5? Nee, wel echt 100, denk ik. Het gaat nog wel even duren voordat we het hebben. Ja. Wat was dat voor stomme reactie, Rick? Ja, het boeit me gewoon niet zoveel. Ja, jongen, hoezo niet? Ja, ik ben hartstikke druk bezig om een shout-out te verdienen, Max. Je weet niet hoe gestrest ik ben. Je hebt echt, je moet nog... Wat is het? 28 blokken moet je verzamelen. Ja, nou, net zijn je nog 35, dus... Ja, dat klopt. Dat heb je een goed punt. Daarom, ik kom er wel. Het duurt alleen heel lang. Ja, dat gaat komen. Ik voel het aan mijn water. Ik heb zoveel energie. Hey! Kijk, die Rick is gaan weer. Dit is het trainingsblok. Hoppa. Oh, wat ziet dat rode zand er hier mooi uit, Rick, dat ik ga hakken en dan weer een nieuw blok heb verzameld. En dan kan ik daar ook trouwens inderdaad heel veel andere varianten van maken. Wil jij even gewoon eventjes je mond houden? Oh, dit is echt leuk, dit blok dat ik hier heb gevonden. Die hadden we helemaal nog niet, volgens mij, hè? Hier, deze. Oeh. Dan kan ik volgens mij wel dit van maken, toch? Oeh. Rick, wat ben ik allemaal blokken aan het verzamelen ineens? Max, wil je daar even mee stoppen? Oh, en wat is dit? Die is ook van mij. Zo'n pesten wat je doet, hè, Max. Ja, nu ben ik gewoon allemaal blokken aan het verzamelen. Ja, hier ik nog niet uit dat. Ja, ik vind dit nu gewoon niet leuk wat je nou doet. Ik had echt hopen, hè. Er is nog steeds hoop. Maar niet voor jou. Ja, maar niet voor jou, inderdaad. Nou. Oeh, Rick, dat ga ik even maken. Ik denk dat ik deze maak. Dit is ik denk nou dat niet ik deze leuk, maak. Wat gaan we nog meer maken? Is er nog enig ideeën? Ja. Gebakken ei. Dat heb ik echt zin gebakken in. Ei. Met curry. Lekker. Ja, dat wordt je nieuwe missie, Max. Kan je dat niet even doen? Hou op. Wat? Nee, ik ga geen gebakken ei maken. Waarom niet? Met curry. Hoezo met curry? Omdat ik nog meer... Ja, dat zei jij. Omdat ik nog meer dingen ga verzamelen, zoals deze. Er moet iets weg. Deze. Even wat dingen weggooien ook, hoor. Ja, nee, natuurlijk. Te veel spullen bij me. Te veel succes. Dat is wel heel leuk hoe je nou doet. Ik heb aan iets zitten denken om misschien toch nog de puntjes te kunnen scoren. Dus ik ga even op avontuur. Je bent je hele taak aan het verwaarlozen, zodat je nog kan winnen. Misschien. Ik probeer het ook weg te lachen. Ja. Ik kan ook smooth dingen maken, toch? Smooth red sense. Nou, dat mag jij doen, Rick. Ik weet niet. Dat is wel taak voor jou. We hadden in ieder geval heel veel blokken hebben verzameld al deze aflevering. De border is echt al groot. Als je, nou, was al groot, maar is nu echt al groot. Ja, dat ik ben heel trots. Justin. Je hebt niet door. Ik denk niet dat je beseft hoe trots je bent. Wat? Nee, hoe groot hij is. Nee, je bent heel trots. Je zegt wel dat hij groot is, maar weet je hoe groot hij daadwerkelijk is? Nou, hoe heel groot dan? Misschien. Maar het valt op zich wel mee. Nou ja, nu ben je aan het overdrijven. Ja, Justin, moet je even niet zo overdrijven. Sorry. Justin, niet zo overdrijven. Volgens mij besef je niet dat je echt intens aan het overdrijven bent. Jongens, zo is mijn leven dus altijd. Ik ga al die cactussen meenemen. Vind je dat goed, Rick? Ja, dat is prima. Ja, dat wil Rick heel graag. Hey, konijn! Hadden we die niet nodig voor? Ik ga hem slachten. Ja, rabbit hide. Ja, die hebben we nodig. Hey, een konijn. Hey. Nodig? Ja, hij is zeker dood, ja. Rotbeest. Ik moet spullen weggooien. Ik heb te veel bij me. Ik ga 15 raw beef weggooien. Dat is echt heel zonde wat je nou doet. Ja, maar alles andere dingen moeten in het monumenthuis, Rick. Ik verzamel wel veel blokken. Ja, ik ook. Weet je dat je nog steeds... Oeh, Rick, je moet nu zelfs 32 nieuwe blokken verzamelen. Het is weer omhoog gegaan. Ja, daarom. Je moet even kappen nou. Heb je nog hoop? Ja, want ik heb best wel een goede tactiek. Oh. Alleen, ik zit even in een benarde situatie op het moment. Wie is Bernard? Bernard is me aan het helpen. Oh. Kijk. Een crossbow. Is dat je tactiek, een crossbow? Nee, die pik ik gewoon toevallig even op. Die nam ik gewoon even mee. Ja, ik heb een paar trucjes. Ik kom weer naar huis, jongens. Ik heb genoeg verzameld. Kijk, alles wat ik heb verzameld leg ik hier even in de kist. Dan kunnen we het zo meteen allemaal sorteren. Ja, dat heb ik ook. In de
in de kistenkamer. Gewoon een, even nu alles bij elkaar. Gewoon alle aantallen, ja. Maakt niet uit, weet ik veel. Ik doe het gewoon even bij elkaar netjes. En dit kan allemaal gewoon terug in de normale dingen. Want dit hadden we al. Dit is allemaal... Ik heb echt veel nieuwe dingen verzameld. Het is heel goed. Ja, hè? Goed gedaan. Ja, nee, ik ben niet snel positief. Maar nu ben je wel echt positief. Ja, ja. Zullen we even slapen, jongens? Ik zit in een benarde situatie, dus wordt even niet. Wie is Bernhard? Nu vind ik even dat jullie op moeten houden ook. Over Bernhard. Ja, die helpt jou ook al, Bernhard. Zwaardige man dat hij jullie allebei helpt. Ja, ja, ja. Ja, ik kom er zo aan. Dan zit ik hier nu in de regen een beetje te versuipen. Wacht op jullie. Oh, ik ga de aardappel vast wel voortplanten. Dat doe je goed. Dat. Ik zit weer in een situatie met Bernhard. Oh, Bernhard is weer bij jou. Dat is wel snel dan dat hij zo snel heen en weer kan. Ja, ik ben onze spannende netherpoort ook kwijt. Oh, je bent in de nether? Doe ja, maar ik weet even niet hoe ik terug moet komen. Moet je Bernhard vragen, die helpt zelf dan bij andere situaties. Ja, maar dat op het moment heeft hij niet veel nut. Nee, hè? Volgens mij is hij hier, hoop ik. Ja, dat hoop ik ook voor jou. Anders ben ik zwaar de pineut. Ik ben zwaar de pineut. Oké, de wortelfarm is helemaal af trouwens. Dus we kunnen nu ook gewoon worteltjes eten wanneer nodig. Ja. Wat vegen wortels? Nou, dat wilde ik liever niet. Nee, dat snap ik ook wel. Max, wil je misschien met één dingetje even helpen? Kan Bernhard je niet helpen? Nee. Bernhard is ook de weg kwijt. Oh, zelfs Bernhard is de weg kwijt. Ik kom er net in. Nou, trouwens, wacht. Ik wil eerst even de worteltjes wegleggen. Ja, is goed. Ik heb alleen even coördinaten nodig. Oké, ik ga nu naar erin. Spannend, hè, die portal. Ja, het is en blijft wel echt een spannende portal. Oh, wacht even. Ook maar aangevallen. Ik heb echt het gevoel alsof ik zo dichtbij ben. Maar toch zo ver weg. Ja. Oké, jij bent in de buurt. Want de coördinaten zijn... je gaat gewoon naar richting 0-0. Het is 30 en 50, is het. Oh, hè? Dus je moet een beetje richting 0, gewoon 0. Je weet dat getal net onder 1. Net eronder, niet erboven. Dus nee. Gewoon een beetje net wel eronder. Dat in de buurt ligt van elkaar. Ja, dat daar... Ja. Nee, maar dat je het gewoon even beseft. Hey, Erik, zie je nametag. Ja? Even kijken. Oh ja, ik was gewoon de verkeerde kant op gelopen. Justin, ga nou even slapen. Hey, ik zit te strijden voor mijn longen. Justin, we moeten slapen. Oh. Ik wil een keer in jouw bed. Oh, dan ga ik wel in Justin's bed. Mag ik slapen? Ja. Echt? Ja. Ga ik niet doen. Justin. Ja, ik lig. Oké, Rick, ga je nu in één keer je tactiek laten zien? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik ben benieuwd wat je tactiek is. Dat je heel veel puntjes kan scoren. Mijn tactiek is... chips. Wat? Die hadden we al. Die hadden we al. Ah. Die hadden we nog niet. Trapdoor nog niet, nee. Oké. Dan hebben we... die. Ah, oké. Dan hebben we die. Oké. Dan hebben we... Oh, die zijn allemaal al gemaakt. Dan hebben we die. Oh, die is ook al gemaakt. Ja, dan gaat de tactiek eigenlijk verder. We zitten op 51%, jongens. Woe. Wow, we hebben serieus gewoon bijna 100 blokjes verzameld deze aflevering. Ja, dat doen we. Dat is wel echt bizar. Heb ik ook gefeliciteerd. Bedankt. Ah, oh, nee. Mijn tactiek. Die heeft elke kwartsoort al gehakt. Ah, maat. Kan je niet glazed terracotta en zo maken, Rick, nog? Hoe doe ik dat? Nee. Justin. Mm-hmm. Je bent dood. Ah, thanks. Ik weet niet of je het al door had, maar volgens mij ben je dood. Besef je het wel, Justin? Ja, besef je wel dat je dood bent? Ik had wel iets door van, hey. Er klopt iets niet. Nee. Er klopt iets niet met mijn scherm. Waar ben ik ineens? Ja. Ik had nog niet door dat ik dood was. Je lag in één keer in Rick's bed. Lekker. Hey, Rick, je kan nog alle minecart dingen maken. Dat is nog niet gedaan. Ah. Je kan nog carrots aan de stick doen. Je kan nog crimson on de stick doen. Oh ja. Een baked potato kan je maken. Een painting hebben we nog niet eens. Hebben we nog geen painting? We hebben nog geen painting. Er is nog geen cake. Nog geen rauwe zalm. Nog geen cooked zalm. Dat valt wel tegen, Rick. Ja. Nog geen armor stand. Bijna alle banners moeten nog steeds gemaakt worden, want dat heeft Justin niet gedaan. Oh, Justin. Justin. Altijd weer die Justin. Altijd. Wil je ergens een netherkist? Nee, maar dan mag gewoon hier doen en een soort indricted. Nee, we hebben een netherkist. Waar is de netherkist? Ergens, zoek hem even. Oké, ik ga zoeken. Hey. Ja, maar er zitten 10 blokjes in. Ik zoek... Nee, maar dan is het goed. Oh ja, dat hebben we niet. Niet? Nee. Nee, die moeten we nog hebben, Soul Sand. Ja, maar die heb ik nodig. Ja, dan moet je weer de nether in. Maar ik heb gehoord dat die gevaarlijk is. Nee. Vooral voor jou. Ja, jij gaat vaak dood in de nether. Ik heb 30 levels nodig, Justin. Is je al klaar? Nee, want ik heb Soul Sand nodig. Wacht, weet je, ik help wel. Ik ga helpen. We gaan samen op avontuur. Ja, ik zat te wachten op jou. Nou, dan zorg ik ervoor dat je deze keer niet doodgaat. Waar ben je dan? Hey, Max. Hey, Justin, kom mee. Je weet wat het is. Ja, ik weet precies waar we het gaan vinden. In één keer, let op, hè? Ja. Ja, let niet op die man die ons aanrent. Niet op letten. We gaan deze kant op zo. Ja. Springen we even zo. Lopen we hier langs de lava. Een beetje deze kant op.
Weet je, hier naar beneden zo. Laten we nog steeds niet op de man die heel boos achter ons aanrent. Nee. Gewoon hierheen. Even negeren we deze ook hier. Nee, Rick is ook in de nether. Een beetje naar rechts. Nou. Zo, en dan kijk eens. Lopen we hierheen. Lopen we nog een beetje door. Een beetje, maar. Oh. Pas op. Moeten we even overheen hier. Overheen, ja, kan rennen. Kan kunnen. Heb je blokjes? Je durft niet eens te springen. Nee. Gewoon een beetje zwak dit. Hierheen. Een beetje hierheen. Oh, killen we deze even. Hoppakee. Ja. Dan bouwen we hier even omhoog, ja. Zo. Schrok je. Ja. Oké, hierheen. Even door het gekkenhuisje hier. Maar negeer ze maar gewoon. Ja, gewoon negeren. Gewoon negeren. Gewoon negeren. Hey Rick, je hoeft nog maar ongeveer 20 items te verzamelen. Yay. De hoop is terug. De hoop is een soort van terug. Oh, we zijn verkeerd gelopen trouwens. We moesten aan het begin naar links. Ik heb geen idee waar we heen moeten. Echt niet? Nee. Nah. Ik had je wel te pakken daar, hè? Nee. Jawel. Nee. Ik had je echt te pakken. We liepen al 4 miljoen keer. Nee, ik had je te pakken. Ja, klopt. Je had me te pakken. Vertrouw je me? Mm-hmm. Gewoon dit sprongetje maken. Oh, dat was echt heel eng dat je dat deed. Maar je hebt het al gedaan. Oké. Dan langzaam hierheen. En dan daar is het. Ik ben je kwijt. Je bent me kwijt. Heb ik het net gevonden? Hoe ben je me kwijt? Nee, tek, achter je. Daar, links. Oh, daar. Nee. Ik had het trouwens niet gevonden. Ik had gevlogen. Hadden we dit al gewoon? Normaal, hè? Ja. Nou, het ding is, we zitten hier denk ik nu al vast. Ah, ja. Ja. Ja, nee, we kunnen het... Oh, kijk daar. Dat is het bruggetje. Oh, er is hier al iemand ooit geweest. Of is dit random generated? Dit is random generated volgens mij dit. Nee, is gewoon iemand gaan bouwen. Dit is gewoon iemand die is gaan bouwen. Als het random generated is. Die Rick blijft maar verzamelen. Die is gaan strijden voor die shoutouts. Ik doe echt mijn best. Ik kom in de buurt. Ik ben dood. Nee, Justin, hoe kan het nou dat je even goed doodgaat? Omdat ik missprong en stond daar Rick en die sloeg me. Oh my god. Stond daar Rick. Weet je de route nog hoe we ongeveer gelopen hebben? Ja. Nee. Wat zijn de belangrijkste items? Ik laat cobblestone achter. Sticks laat ik achter. Stone axe laat ik achter. Ik ga gewoon allemaal onbelangrijke dingen achterlaten, oké? En dan zorg ik wel dat ik even soul sand heb en dan kom ik terug, oké? Blijf jij maar gewoon daar. Ja, ik ga zelf wel zoeken. Nou wat, een soul sand? Mm-hmm. Ik heb toch maar eentje nodig. Dat klopt. Heb je het al gevonden, Max? Ik denk het wel. Oeh, en blackstone. Oeh. Wacht even, dat is ook interessant. Zo heeft hij vaker geen knockback. Even, volgens mij is het ook wel interessant. Ja, Rick, oest. Ga je weer, Rick? Nee. Hier kan ik weer heel veel dingen mee met Blackstone. Nee. Max. Hier kan ik volgens mij echt heel veel dingen mee. Nee. Ga je weer dood, Justin? Misschien. Nou, omdat ik niks heb, Rick. Waarom heb je dan niks? Omdat kijk, dit is ook een handig blok. Volgens mij heb ik hier ook een handig blok. Zal ik er gewoon wat meer meenemen voor de zekerheid? Ja, doe dat voor de zekerheid, maar. Oké, dan ga ik nu de route terug. Rick, dan bewaar ik de Blackstone dat jij alle gekke dingen ermee kan. Dat vind ik lief van je. Ga je op de route terug? Ja, de route terug. Ik moet wel even weten waar ik heen moet. Ja, nou de... Waar? Mooi antwoord was dat. Soul Sand. Weet je ongeveer waar dat is? Ja, ik heb Soul Sand. Meen je? Mm-hmm. Ja, dat is hij net. Ja, dat heb ik net gedingest. Ja. Justy de Pusty. Nu moet ik terug. 10. Ah, perfect. Dan kan ik wel weer doodgaan. Ja, kan precies weer hoeveel doodgaan. Je nodig had, toch? Ja, dat kan wel. Oh, Justin. Nee, dit deed expres. Dan ben ik weer terug. Max, het duurt lang. Ik ben onderweg. Max. Max, je kan ook even doodgaan. Oh, ik ga dood. Nee, als jij doodgaat. Oh, nee, ik leef. Wat zijn je coördinaten? Ik moet helemaal daar naar boven. Wat is de 47. Oh, nee, dat zit ik wel goed. 33, 47, 50. Hey, daar is hij! Hey! Nee, doe het niet. Ik haat je persoonlijk. Ik wil dit niet. Oké, ik dacht dat ben je er sneller weet je? Dus jij dat ook niet, ben je er sneller, ook sneller, hè? Oké, komt. Dit is voor jou. Ga ik gelijk even alle troepjes dumpen. En dan krijg je als laatst krijg je de soul sand. zo, die diamond hou ik. Zo. Ik had ook een duimpje pickaxe. Ja, die hou ik ook, denk ik. Nee! Nee, als je alles oppakt, niet teruggooien, anders krijg je hem niet. Wordt aangevallen trouwens. Oké, dan krijg je die. Dan krijg je de diamond ook maar en de pickaxe. En dan ook de soul sand, alsjeblieft. Dankjewel, hè. Duur even. Ja, geen probleem. Een zombie village, jongens! Tweede mark! Een tweede mark! Deze moeten we... Nee, wacht, niet kom. Mijn taak. Jawel, dit heeft prioriteit. Iedereen laat vallen waarmee je bezig bent. Dit heeft hoog prioriteit. Ik laat vallen bij Rick, we hebben een boot nodig.
Ik kom eraan. We hebben een boot. Een boot. We hebben hier een boot nodig. Ik kom eraan. Ik heb een boot. Boot. Hij mag niet doodgaan. Ik heb hem. Plaats hem beneden hier, de boot. Plaats hem beneden. Beneden heeft hij ruimte. Heb je al een boot? Ja. Oké. Okay, kan hem niet plaatsen. Kom. Ja! Oké, wie gaat hem genezen? Volgens mij hebben we nog zo'n potion, toch? Nee, hebben we niet. Ik had toen eerder een potion. Ik had toen eerder zo'n ding genezen. We komen er inderdaad niet uit. Die stomme... Oké, we kunnen weer uit. Is goed, want dat betekent dat we Silk Touch kunnen krijgen. Nee. Oftewel, we hebben niks meer aan de XP farm van Justin. Yeah. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar, Max. Nee, we doen wel een andere goede enchant. Oh ja. En dat is? Ja, of we doen wel gewoon Silk Touch. In ieder geval, we hebben een nieuwe Zombie Village. Dat is goed. Dat is voor de volgende aflevering gaan we dat oplossen. Rick, ik gun jou hier Blackstone. Oh, thanks. Daar kan je ook nog wood van maken, hè? Hoezo ga ik zo? Ja, dat heb ik al gedaan. Nee, maar als je er 3 bij, 4 bij elkaar doet, krijg je wood. En die kan je ook strippen. Oh. Ja. Yes, geen probleem. Stomme jongen. Jij stomme jongen. Kijk die Rick nou dingen verzamelen weer. Het komt allemaal door mij, dit. Komt allemaal door mij. Ja, komt allemaal. Ik kan ook een button maken, volgens mij. Wat met... Kijk hem, dingen verzamelen. Oh, Rick. Wat ben ik een goede jongen dat je dit gunt. Nog maar 3 blokken, Rick. Echt? Nog maar 3 blokken, ja. Oh. En heb je net zoveel. Even kijken, kan ik even iets maken wat nog niet eerder gemaakt is? Nee. Gewoon even iets heel onverwachts, weet je? Waarvan je denkt, wow, dit is echt nog niet eerder gemaakt. Ik moet terug. Terug waarheen? Ik weet wat ik nodig heb om dit te kunnen winnen. En dat is Rick. Ja, dat ga ik niet zeggen. Even slapen, jongens. Nee. Jawel, dat is even belangrijk dit, Justin. Kom maar aan. Je hebt denk niet door hoe belangrijk het is dat we even slapen. Hebben de kijkers eigenlijk wel door hoe belangrijk dit is? Ja. Laat even in de reacties weten als jij... Oh, er zijn monsters in de buurt. Hoe vervelend Max en... We moeten even de bedden verplaatsen, want we kunnen niet in het huis slapen door de nieuwe Mark. Ja, maar ik wil niet buiten. Oh, nee. Ja, we gaan even kamperen, jongens. Hier. Gewoon lekker bij het tentje hier zo. Ja, maar dan wil ik wel even dat er een tent gemaakt wordt. Nee. Kijk, we gaan gewoon even slapen. Waar is mijn bed? Justin nog steeds. Oh, Justin. Ja? Justin, even slapen. Ja, moment. Je gaat nu een bed maken, zeker? Nee, ik moest blokjes, koekjes. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja, Justin, je ligt op mijn hoofd. Ja, dat wil ik ook. Stapelbed! Oh. Ja! Hou je het vol, Rick? Ja, het doet wel een beetje pijn. Hé, joh! Ja! Mijn bed. Oké, de bedden kunnen weer terug. Ik hou bij me. Behalve die van jou, kan het zeggen. Jo! Maar ik heb toch niks aan mijn bed als ik hem elke keer hak. Lijkt me hem laten staan. Rick, je hebt nog maar 3 blokjes, hè? Beetje spannend. Ja, best wel. Hoe spannend vind je het? Oh? Nee! Ja! Nee! Die is van mij! Nee! Die is van mij. Nu moet ik er alsnog 3. Ja, shit, dat gaaf een plan. Letterlijk, dat was het. Dat was het plan. Maar ja, dan had je even goed niet genoeg gehad. Ja, maar ik heb dingen nodig waarvan ik weet dat ik ze nodig heb. Alleen we hebben het. We hebben carrots on a stick. Zo'n dingetje on a stick kan je maken. Heb je een carrot dan? Ja, we hebben hele... Man, wat denk je dat ik gedaan heb de afgelopen afleveringen? Ja, Rick. Leef jij niet mee of zo? Jawel, ik zeggen. Zat even in mijn eigen... Kijk eens wat we hier hebben. We hebben gewoon de carrot farm. En potatoes, die zijn bijna klaar. Dat is het probleem. Hier, kijk, ik kan de potatoes kan ik zelfs verder maken. Hoppakee. Dan heb je het geblokkeerd. Ja, oké. Baked potato had hij ook nog niet gedaan. Even denken. Waarom genezen koekjes echt voor geen ene drol? Misschien kan ik nog wel wat vinden. Oh, Rick, nog 1. Nog 1. Oh, laat ik nou net toevallig iets maken wat we nog niet hadden. Nou, maar. Ik weet nog iets. Maar ik ben gewoon... Ik ben letterlijk zo bang dat als ik zo weer iets heb, dat gewoon... Max, hey, kijk, heb je ook nog wat? Dat we nog niet hadden toevallig. Het zou wel handig zijn, maar ik denk het niet. Ik durf te weten dat als ik zo meteen terugkom, dan is het gewoon... Hey, kijk. Ja, ik heb... Ik moet er nog 2. Dan heb ik evenveel. Volgens mij kan ik dat nu maken. Nog 2 items, Rick. Dan heb je net zoveel als ik nog 3 items, Rick. Nee, dan heb je net zoveel als ik. Hij heeft gewoon een diamond opgeofferd, hè? Ja, diamond voor de jukebox. Wat? Ga je denk ik heel veel verzamelen? Nee, gewoon even wachten. Jij gaat veel verzamelen? Nee, ik ga niet veel verzamelen. Jawel, jij gaat gewoon veel verzamelen. Ik heb het al door. Oké. Oh? Ja, en nu kom ik dus wel iets tekort. Wat kom je tekort, Rick? 1 dingetje tekort. Wat komt hij tekort? Een string. Je moet ik heb nog 2 items, hè? Ja, I know, maar ik kom sowieso 1 string tekort. Dan hoef ik er nog maar 1. Zijn we druk aan het zoeken naar nieuwe items? Ja, maar ik mis iets. Ik weet dat ik iets mis, maar... Laat me even koekloeren. Heb je de painting al, Rick?
Ja, die heb ik. Nee, die had hij nog niet, hè? Justin! Kijk, kijk eens dat zoeken naar de painting, de items, hè? Voor de painting. Hij had zeker de painting nog niet. Painting. Ik heb gewoon in alle haast gelijk 6 gemaakt. De zonde van de... Oh nee, het is met papiertjes. De man die maakt even een jukebox met een diamond. En vindt het volgens zonde van wat papiertjes. Oh ja, ik weet nog wat. Ja? Heb je nog een idee? Nice, maak deze even tussen. Nee! Max, dit is echt niet leuk wat je nou doet. Je moet nog 3, Rick. Nog 4 eigenlijk om er meer te hebben. Ja, maar... Nee, nog 3. Ja, maar dan heb je net zoveel. Jungle leaves. Ah, die hadden we inderdaad nog niet. Oh, ik weet trouwens iets wat ik nog niet heb volgens mij. Nou? Nee, ja, ik heb... Ja, dat was het. Heb je het gevonden? Ja, dat om gelijk te kunnen staan. Oh, nu vind ik het spannend worden. Nu vind ik het spannend worden, Rick. Doe nog maar 1 item en dan sta je gelijk. Nog maar 1 item en dan is die shoutout gewoon binnen handbereik. Oeh, nog wel 2 bedoel ik. Maar... Hoe heb je... Wacht. Je bent me nu wel een beetje aan het pesten, ben je, Max? Ik ben inderdaad een beetje aan het pesten. Hé, Rick, wat doe je hier bij het cacao-huis? Ga eens wat doen. Ik zit niet helemaal niet in het cacao. Jawel, je kijkt nu naar. Je bent de cacao volgens mij aan het opeten. Ik haat daar staan. Oké, Rick, ik ga nog op... Waar, hoeveel items ik hiermee kan maken, daar komen we nu achter. Maar dan is dat het laatste en dan daarna stop ik, oké? En dan kijken we echt of jij het gaat redden. En dan daarna stop ik, oké? Okay? Deze alleen nog en dan alleen deze nog. Oké. Okay, Nu moet je nog 4 items. Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Ik had de furnace als meegenomen, zodat Rick hem niet per ongeluk kon stelen van me. Kijk, hij stond hier. Oh my. Nou, Rick hem op. 4 ja. Items. Justin, als jij klaar met stoppen. Nee, niet. Wacht. Ja, jawel. Wat ik ga even kijken hoe het bij Justin is. Nee, niet kijken. Ja, ik ga even kijken. Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet wil. Je schaam je. Ja. Er liggen zoveel blokken hierboven. Oh ja, je waterlift werkt wel. Ja. Ik kom eraan. Nee, pas op. Wow. Hallo. Waar kom je uit? Waar kom je uit? Hier. Dit blokkie. Dat blokkie. Wil je ook eens naar beneden? Ik hak even naar beneden. Er zit wel water hier, maar... Ja, maar niet uit. Het gaat wel echt heel traag. Hier. Ah, ja, thanks. Hier, dan hak je die even weg zo. Hoppakee. Ja, nee, dit is lief. Dankjewel. Dit was de bedoeling, toch? Ja, dat is lief. Waar is de farm? Is het enige wat je hebt gedaan? Nee. En dan komt het daar beneden helemaal uit. Ik weet wat ik moet doen. Waar komt dit uit dan? Bij Bedrock zitten we zo laag? Ja. Hey. Oh, hey. Kijk, snap je hem? Kom eens. Hier. Snap ik hem? Hey. Hey. Dat heb je, hè? Hey. Ik ga gelijk weer naar boven, Justin. Doei. Oh, Rick. Daar kan je ook weer concrete van maken dan. Ja. Oké. Nog 2 items. En die kan ik volgens mij maken, maar ik moet even ook weer weten hoe. En die kan ik maken. Oh, Rick, nog 1. En dat kan je nu doen. Komt-ie. We staan gelijk. 2, we staan gelijk. Maar ja, je moet hem wel inhalen. Hè? Dat was de afspraak, als je meer dan ik hebt. Dat was de afspraak. Je moet meer dan ik hebben. Dit is nog niet meer dan ik. Wat ligt hier allemaal? Ja, ach, allemaal troep. Ik moet allemaal even... troep hebben we echt. Jemig. Oh, die hebben we ook niet. Ik ga winnen. Ja? Ja. Is het zover? Is zover, denk ik. Is het zover? Ik ben ook gestopt, hè, bewust. Daar komt-ie. Ja. Black concrete powder, ga je ook gewoon met 2 ga je me inhalen. Oh. Ja. Ik wou hem nog stelen. Kijk, Rick, ik ben trots op je. Ik heb gewoon gewonnen. Kijk, als ik nu een zalm krijg, hè, dan heb ik die ook nog. Oh ja, een zalm hadden we ook nog niet. Ik ga even hier staan, kan ik hem claimen, hier zo. Nee, dat is niet de bedoeling. Kijk. Komt ook niet eens een vis naartoe. Ja, ja. Komt-ie? Oh, ja, nee. Zo! Nee. Die moeten we nog koken. Oké, ik doe wel eerlijk, dan hebben we allebei kans, Kottie. Spam klikken. Dan hebben we allebei kans dat we krijgen. Nee, ja, maar ik sta nu nog voor. Nog wel, Rick. Ja, nee, Rick had hem. Oké, ja, nu heb je eerlijk gewonnen. Je hebt eerlijk gewonnen. Justin, Rick en ik komen jouw kant op. Ja, nee, Rick wacht even, jullie moeten even geduld hebben. We zitten in totaal, jongens, op 56%. We zitten bijna op 60%. Ik heb progressie gemaakt, ik wil echt niet weten. Dit is echt progressie, inderdaad. Daar ben ik wel echt trots op. Bedankt. Ja, vooral op mij bedoel ik, kom. Oh. Rick, hoeveel levels heb je? Ik kom er zo aan. 30.
Ja, dat vond ik wel even leuk. Nou, leuk hè, Justin. Ja, die 30 levels zijn. Nou, wat vind je van die... Gooi je spullen even omhoog. Het waren er wel legit 20. Oké, gooi je spullen even omhoog. Je spullen komen omhoog via de waterlift, Rick. Jongen. Niet alles. Nee, Justin, ik ben wel echt tevreden over de dinges. Nee, ze zijn echt altijd niet meer gespannen. Ik hoor ze wel boven, dus er is denk ik iets fout. Ja, maar ik krijg de tijd ook niet om het op te lossen. Nou, weet je, ik vind het prima voor nu. Volgende aflevering los je probleem op. Hij is in ieder geval gemaakt. Ja. Rick, nee, Rick, niet doen. Rick, haal het weg. Rick. Ja, ik heb het al weg. Oh, wat hij durft. Nou? Hij durft niet. Gaan wij omhoog, Justin? Kom. Doei, Rick. Doei, Rick. We gaan omhoog. Arme Rick. Heb je je spullen wel al? Nee. Ja, heb ik. Waarom ben je zo snel? Oh, jij zwemt ook nog. Oh. Rick, jongen. Wat is het ook? Het is dirt. Nee. Oh, dit is echt irritant, dit. Hey. Hey. Hallo. Justin, jongen. Nee. Jammer, joh. Nou, jongens, ik ben tevreden met vandaag. We hebben veel progressie gemaakt. We zitten op bijna 60%. Justin heeft een XP farm gemaakt. We hebben een nieuwe zombie villager. Er zijn oneindig veel nieuwe blokken gefarmd. Mark 2. Of Barry. Nee, Mark 2. Wow. Nee, Bernard. Ik vind Bernard eigenlijk wel een goede naam. Bernard? Oh, want dat Bernard de situatie. Ja, Bernard. Maar Rick, ik ben wel je bed kwijt. Ja, dus ik pak vanaf nu jouw bed. Jongens, ga jij lekker liggen? Mijn shout-out. Dan sluit ik nu de video af met een shout-out voor Rick zijn kanaal, jongens. Abonneer nu. Het kanaal heet JustOut YouTube. Nee, jongens. Het kanaal heet Rick Force. Ik zal wel zijn reactie even pinnen in de reacties. Dan kan je naar zijn kanaal toe gaan. Dan kan je abonneren op zijn kanaal. Ik zal hem ook in de beschrijving zetten als ik niet vergeet. Ik krijg mijn best vooral doen. Als er staat geabonneerd. Nog een keer klikken. Nee, maar abonneer zeker even op Rick Force, jongens. En ga naar zijn afgelopen video en reageer even. Ik kom hier door Walnut en ik ben geabonneerd. Oké, doe dat eventjes. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin Justin er gelukkig niet bij was. Het was eigenlijk veel leuker om te kijken zonder Justin. Dus kijk daar zeker ook eventjes. En nu spreek je later glaasje wat. Tot die video.